Maar volgens mij moeten ze eerst opbouwen. Western is een sport, hè? Dus wat ze nu gaan doen is Western. Dat is een sport. Ja, echt. Kijk! Hey, oh. Ze gingen er niet voor uit. Allemaal vlog. Ja, dat goed. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Namens het Grens National Team heten wij u jullie van harte welkom. Hier zit u dus voor u het Grand National Team. Het Grand National Team is 23 jaar geleden opgericht door de familie Edward uit Horsensen. Met ondersteuning van Shetland Pony Stamboek. Helaas is 3 jaar geleden de familie ermee gestopt. Gelukkig niet voor lang, want vandaag presenteren wij vol met allergrootste trots het Grand National Team. Het is vandaag de doelstelling dat we een geweldige leuke show gaan geven en te promoten de Shetland ponies en het steunen van het goede doel Kika. Er wordt als eerste gereden met Shetland ponies, welke behoort tot de allerkleinste en oudste ponyras ter wereld. De Shetlander is echt een powerpony die 3 maal zijn eigen gewicht kan trekken. De ruitertjes die je op de paarden ziet zijn in een leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. En vandaag zijn zij hier helemaal naar Brabant gekomen om een geweldige show aan u te presenteren. En natuurlijk steunen wij hiervoor het goede doel Kika, een Nederlandse stichting die in 2002 is opgericht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. Op het Animal Event geven wij vandaag 2 shows en vandaag is de 2e show. Penny in the Ring gaan wij vandaag aan u laten zien. Het is een prachtig muziekspektakel met indianen en cowboys. Wij nemen u vandaag weer mee naar Amerika rond 1492 in het Wilde Westen. Een prachtig muziekspektakel, dames en heren. Ik ga aan u de paarden en de ponies en de ruitertjes aan u voorstellen. Indianen vindt u vandaag Johanne Mazereel en zij rijdt op Duke en Johnny Mazereel rijdt vandaag op Dewey. Op nummer 1 vinden wij Femi Schiemacher van 12 jaar en zij rijdt op een zwarte blonde Shetlander Zorro en Mary met de leeftijd van 18 jaar. Op nummer 2 daarnaast vinden we Eline de Boer van 13 jaar en zij rijdt op een zwarte blonde Shetlander Bing, een ruim van 9 jaar oud alweer. Karin Kosselman volgt daarna op nummer 3. Zij is 12 jaar en rijdt ook een mooie zwarte Shetlander genaamd Bo van Steenakkers, een Mary met de leeftijd van 15 jaar. Nummer 4 vinden we Erika Romkes, 13 jaar is ze al, en zij rijdt op een vosbonte Shetlander, Macho, een ruim van 14 jaar oud. Esther Bakker vinden we op nummer 6, die zij is 13 jaar en rijdt op een bruine bonte Shetlander, Bonto, een ruim met in de leeftijd van al 15 jaar oud. Nummer 7 vinden we Jannie Nijntjes. Zij is 12 jaar en rijdt op een zwarte Shetlander genaamd Zip met de leeftijd van 9 jaar. Famke Knodden vinden we daarna weer op nummer 8. Zij is 13 jaar, rijdt op een zwarte Shetlander genaamd Koyoko, een Mary van alweer 5 jaar. Nummer 9 is Alicia Korf en u ziet het misschien al, maar zij is ook echt de jongste ruiter van slechts 7 jaar en rijdt op een zwarte bonte Shetlander, een Mary genaamd Apache en zij is al 9 jaar oud. Zwaai maar even, dat mag. Ja, schattig. Op nummer 10 vinden we Carlene Anker en zij is 13 jaar en rijdt op een zwarte bonte Shetlander Anadora, een Mary van 9 jaar oud. Nummer 11 vinden we Sanne Schenkman, 14 jaar en zij rijdt op een vos Shetlander genaamd Sjaartje, een Mary van 14 jaar oud. Nummer 12, de ene laatste, vinden we... Oh nee, dat is al de laatste voor vandaag. Maria Brouwer van 14 jaar. Zij rijdt op een vos Shetlander genaamd Whisker en Mary van 23 jaar. Graag publiek, het Grand National Team gaat van start! Ze hebben hem zo om de arm en dan laat hij net alsof je niks vast. Ja, want het is wel een vakje.
Met mijn geboorte jongen, ze zit het vast. Ja, maar dan... Je hebt ze toch zo om? Sommige zijn heel druk. Het is zo. Zo.
dames en heren, het Grand National Team. Wij danken u allen voor uw aandacht en wensen je nog een hele fijne dag hier op het Animal Event. Ja, dat is nu aangestoken.